Hallo mensen, leuk dat jullie naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP de Farmer en vandaag gepot met deze Pipo. Ik weet niet hoe die heet en ik ga hem ook geen naam geven. We zijn in ieder geval de brandweer vandaag, zoals je ziet. Brandweer Zuid-Limburg in een TS van Uden, regio Brabant. Het kan allemaal, het maakt allemaal niet uit. Dit is wat ik in mijn game heb staan. Voor nu gaan we lekker op pad in ieder geval en kijken wat we allemaal gaan beleven. Dit is een nieuwe mod genaamd Fire Callouts. En die is dan ook te vinden in LSPDVAR. Dat is dus voor LSPDVAR moet ik zeggen. Dus ja, we gaan gegarandeerd ook achtervolgingen en andere meldingen tegenkomen. Maar voor nu zullen we ons vooral focussen op de brandweermeldingen. En hij heeft wel wat leuke toevoegingen of dingen die je kunt doen. Dus ik zou zeggen, laat jullie verrassen. Ik laat het ook, want ik heb hem nog niet heel vaak gespeeld. We kunnen kijken of we meldingen kunnen inspannen. Maar dat is... Ja, dit is heel kut, want ik weet dus niet of dit een melding voor ons is. Nou, ik kan hem ook niet aannemen. Dus dan gaat hij niet. Ik krijg dus nu alle meldingen, LSPDVAR en noem maar op. Door. We are code 4. No further units required. Politie, dat ik weet. Dus dat moeten we niet hebben. En dat is heel gaaf in de buurt. Dus we kunnen hun lekker rijden met die B-klasse daar. Ik zou zeggen, ik zie jullie zo meteen wel bij een melding als ik heb uitgevogeld hoe ik de meldingen krijg voor deze mod. Tot zo. Davis Avenue. En dat is de eerste en dat is een... even kijken. Een voertuigbrand. En doen we alvast alles aan, want dat kunnen we niet doen ter plekke. Dat duurt misschien te lang. We zijn ook solo, hè, want mijn collega's lopen toch alleen maar aan de weg. Daar heb je niks aan. De deur even weer dicht. Loopt hier iemand voor me niet dat ik kan zien. Ter plaatse. Oh ja, die fikt wel. En dan moeten we snel gaan blussen. Ja, mijn brandblusser is natuurlijk wel weg. Onderzoek, dat ding gaat ontploffen. Waarom verdwijnt die brandblusser steeds? Ademlucht doen we in ieder geval aanzetten. Fire extinguisher. Ja, zie je, dit kan ik wel doen, maar ik heb hem nog niet. Dus, dit doen. Dus dan moeten we nou steeds via dit ding en dan zo en dan zo. Ah, prima, als die mod dat wilt. Nou, dat komt hier door. Denk ik. Ja, we hebben geen brandslang of zo, hè. Je moet alles in GTA met een brandblusser doen. Dus je zult nooit... je zult nooit een mooie, hoe heet het, gaan zien. Ah, dit hebben we ook nog. Een mooie brandslang. In deze mod dan. Wellicht wel in een andere mod. Oké, okay, ademlucht kunnen we afdoen. En de rest ook. Zo. En dan druk ik op end. En dan zijn we klaar. Deze melding is ten einde. Goed werk. Dank u wel. Er zijn geen eenheden meer nodig. TS trouwens gemaakt door ERS Modding. Ik geloof wel te krijgen op hun Discord. Linkje ervan in de beschrijving. Mooie TS. Niks mis mee. Scott en Rockford Hill. Melding gebouwbrand. Er
301 uiteraard. Dat ik toch ook al zie van de woning afkomen daarachter, is dan wel mogelijk ook opgeschaald. Ik zag in ieder geval rook. Ja, zeker zie ik rook. Daar word je als brandweerman toch wel vrolijk van, denk. Laten we eerlijk zijn. Ja, dat is een grote brand hoor. Zijn er mogelijk mensen binnen? Eerste eenheid ter plaatse. De poort gaat niet open voor ons. En die brandblusser, ja die hebben we. Ademlucht aan. Ik zet toch even God mode aan. Omdat ik niet weet... Wat man de zoek is. Dan ben ik gaan klimmen hier. Ook al staat dat het eerste doel is om mensen veilig te... Of te zoeken naar mensen. Wil ik toch ook een beetje wat fik weg hebben. Het zijn grote vlammen. De mod al een eventjes teruggespeeld, of eventjes terug vanmiddag letterlijk. En het is gewoon echt een kwestie van even dat ingedrukt houden. Drop. En als het goed is gaat het dan uit. Oh, we lopen naar boven. We gaan ons een weg moeten vinden via een andere kant, want die ingang, de vlammen komen van binnen naar buiten. We kunnen hier gewoon niet naar binnen. Deze wil ik ook even weg hebben. Want die fik me ook net wat te goed. Ja, nu staan wij in de fik. Nee, toch niet. Ja, het echt staat natuurlijk niet zo dicht op het vuur, hè? Dat snappen jullie zelf ook wel, maar ik moet nu wel. Nou, deze wil niet uit. Ah, nu wel. Het begint weer te fikken buiten. Hè? Een grote brand en misschien moeten we ook even opschalen. We kunnen gewoon collega's erbij halen. Hier. Ja, dat is een first responder. Fire truck, assistance required on West Eclipse Boulevard. Ik ga niet open.
uit, dat is wel echt vet. Oké, we zijn binnen. Hier ligt iemand, zo, die is helemaal verbrand gek. Beweegt wel nog. Wat kan ik hiermee? Ja, ik ga geen reanimatie starten, met alle respect. Maar kunnen optillen, hè? Maar ik moet hier eerst even mijn eigen veiligheid voorop. We hadden dit dus ook misschien bij de voordeur kunnen doen, maar jij ziet de brand en het echt kom je hier echt niet doorheen, denk ik hoor. Okay. We worden langzaam brandmeester tenzij de hele boventuin ook nog in een fik staat. Eigenlijk triest hè, die persoon die was waarschijnlijk op weg naar buiten en heeft het net niet gered en is nu dan volledig in de fik opgegaan. Bliep bliep, dat is Discord. Niet jullie Discord. Jullie hoeven niet te gaan kijken. Mag wel, maar waarschijnlijk was het echt alleen die van mij. Hallo. Ja, dat is heel simpel. Wat we gaan doen, we gaan dadelijk... als het in ieder geval brandmeester is, dan gaan we de ambu gewoon oproepen. Ik denk dat we op dit moment alleen nog een sprake hebben van een buitenbrand. Ik weet niet of een rook uit de woning komt. Oeh, toch wel. Oké. Moet hier ook nog fikken dan? Nee. Hier ook niet. Kijken of er niemand anders in de woning is. We gaan altijd maar uit als we één iemand hebben gevonden dat er niemand meer is, maar... Hier kun je niet in, geloof ik. Oh, de garage natuurlijk. Fuck my life. Ambulance. Assistance required in Rockford Hills. Oké, ik denk dat die rook gewoon part is van de mod en dat die rook stopt wanneer ik op N druk. Ik hoor wel nog wat fikken, maar ja, ik kan nergens achterkomen waar het nog fikt. Oh ja. Dat weten we nu voor de volgende keer. Ja, ik denk dat we toch echt brandmeester zijn nu. En dan kunnen we ons ja nu gaan focussen op de op het slachtoffer. Het zit in de muur nog, maar... Nou.
kunnen we naar muren zitten. Ik ga bent drukken. En er zijn geen eenheden meer nodig. Ik ga gegarandeerd nog een keertje op de reanimatieknop en zo gaan doen. Nou, dat was mijn brandje wel, hè? Dat was wel leuk, hè? Dat was wel leuk, zeker. Nou, toen ook gezellig en ik denk dat we ze moeten gaan bijvullen. We moeten door naar de volgende melding, prio 1. Buitenbrand, brush fire, is het zelfs een bosbrand? Het zou wel logischer zijn waarom het prio 1 is. Nou, mijn game vindt het niet zo leuk allemaal. Het is mistig, hopelijk is het niet allemaal rook van de brush fire. Ik geloof dat het bos is, hè? Dat bush, B-U-S-H. Ja joh, knallen maar voor mijn TS, kun je hebben. Ik denk dat we weer hier een groot brandje gaan tegenkomen. Nou, laat ons verrassen. En sneller dan dit wordt het niet hoor, helaas. Zeker niet op deze heuvel. Wat je zou kunnen doen is... terugschakelen. Maar dan gaat hij nog niet veel harder. Vergeet dat er geen zwaarlicht en sirene meer aan had. Dat was ook wederom mijn Discord. Ik had mezelf even op onzichtbaar gezet in plaats van niet storen, maar wat je er... Oh god. Wat je dan eens krijgt is dat je de melding ook weer krijgt. Jezus. Ik dacht ik pak nog even een kleine melding, maar dit is geen kleine melding. Ik moet hier ook weer snel gaan handelen. Want dit verspreidt zich nou wel snel. Zie je, daar komt het al. Het regent, dat scheelt. Ook al heeft dat geen effect. We gaan backup opvragen. Kan gewoon, die gaan ook daadwerkelijk blussen. Ideaal. Fire truck, assistance required in... Pakken nu wel even de bron aan, dat is hier. Ja, een van de bronnen. Dat zou ik wel goed doen, check. Mijn collega's zijn van die kant aan het blussen. Blip blip. Mijn Discord. Woehoe.
Gaan jullie nou wel weg? Ik wil dat zeggen, ze staan in de fik. Met aan hun heb je ook echt iets. Die rook, ja, dat is gewoon een animatie die ook stopt zodra dat ja, nee, die blijft zodra je de melding stopt. Dus niet dat er nog brand is ergens. Goed. Hey, ik ga even bedanken voor het kijken. Er zijn geen eenheden meer nodig. Heel leuk vonden met de brandweer weer eens. Ik in ieder geval wel. En ik, waarom ik het nou een lange tijd niet heb gedaan, omdat ik niet wist dat er deze mod was. Dus ja, nu verbazen mij dat hij er was. En hij doet het ook nog. Hè. Ik klop het af, maar hij doet het redelijk goed ook. Dus ik ben er blij mee. Hopelijk jullie ook. Ik zie jullie graag bij een volgende video. Tot dan. Joejoe.